Aanbijen komen heel vaak voor in Nederland. Ongeveer 1 op de 4 mensen krijgt ermee te maken. En toch heerst er een enorme taboe op. De uitgang van het lichaam wordt afgesloten door 3 kussentjes. Die kussentjes zorgen er eigenlijk voor dat het uiteinde lucht- en waterdicht is. Alleen bij sommige mensen kunnen die kussentjes enorm opzwellen. En zo groot zelfs dat ze uit het anale kanaal komen. En dan spreken we in de volksmond vaak over aanbijen. Voor de patiënt is het een enorme drempel om naar de dokter te gaan met aanbijen. Als ze eenmaal bij ons komen, proberen we ze op hun gemak te stellen. Het eerste wat we doen is uitgebreid met de patiënt praten over de klachten. Die kunnen enorm variëren. Als we de klachten met de patiënt hebben doorgenomen, zullen we de patiënt gelijk onderzoeken. Bij zo'n onderzoek kunnen we ook eventueel meteen een behandeling doen. De behandeling bestaat meestal de eerste keer uit het plaatsen van elastiekjes, rubberen bandjes. Dat is vaak goed te verdragen. Daar heb je niet heel veel last van na de behandeling. Mocht het toch nog nodig zijn, kunnen we eventueel een vervolgbehandeling bespreken. Bijvoorbeeld een operatie. Daar zijn meerdere mogelijkheden voor. Dat hangt een beetje van de situatie af. Je kan een aanbij wegsnijden. Dat is de klassieke methode. Zo doen we het al heel lang. Bij sommige patiënten is er toch sprake van echt forse aanbijen die rondom aanwezig zijn. Dan zou je met 1 behandeling, met een niet-pistool, ze allemaal weg kunnen nieten. Dat geeft ook hele goede resultaten. En tot slot zijn er patiënten met hele kleine aanbijen, maar heel hardnekkig bloedverlies geven. En die zouden we met een laserbehandeling kunnen behandelen. Wat je vaak ziet is dat mensen vanwege een taboe hun aanbijen onbehandeld laten. En dan zie je dat het eigenlijk van kwaad tot erger gaat. Dat een enkele aanbij enorm gaat groeien en enorme omvang aan kan nemen. Waardoor patiënten meer klachten krijgen. Sommigen zodanig dat ze in een sociaal isolement raken. Je hoeft je nergens voor te schamen. Wij zijn als specialist hier al jaren mee bezig. En door het doorbreken van de taboe kunnen we in ieder geval patiënten behandelen. En de meeste van onze patiënten ervaren het ook als prettig als ze eenmaal over die drempel gestapt zijn.